Yo mensen van YouTubers en welkom weer op een Minecraft server. En vandaag zijn we op Greekcraft. Jawel! En ik ga wat laten praten, want jij hebt mijn geluid gedimd zonder rijden. Zonder rijden, joh. Niemand wil door de kruis, joh. Maar we gaan een ticketje kopen, ook al is dat niet nodig, denk ik. Als je dat op 1 zet, joh, dan... Je moet je ticket kopen, gewoon naar de eerste attractie komen. Ja, kunnen dat al. Nee, ik heb een geldig ticket nodig. Nee, want ik ben gewoon... ik heb er ook alleen gekocht daarmee. Bon, nu wel. Dus we gaan We gaan de rides allemaal in één video treffen, omdat het maar 5 zijn. Oh, what the fuck, joh. 20 coins voor één ticket. Schooiers. Hier is het dus. We beginnen met de draaimolen. En hij heeft ook een top 3 counters. Ja. Waar ik binnenkort ook in sta, is het nou weer eens. De attracties bestaan uit die van Fantasialand allemaal van Fantasialand. De rest, de omgeving hier, is niet van Fantasialand. Dat is gewoon zelfgemak. Maar... De attracties zijn draaimolen, Mystery Castle, Rijk, Taron en River Quest. Een Talokan komt er ook aan binnenkort. Is er audio, Droze? Ah ja, hier was audio, wat verdoemen. Mensen, jij hebt er zo'n audio vergeten, dat is een pak slaag waard, of niet soms? Hoe ga je het hier nog krijgen op een mulle dat je het niet meer open krijgt, ja? Dan is iedereen content. Jij moet voordoen en je audio die vergeten er volg. Zijn ze open of wat? Nee, nog altijd niet. Lukt niet. Opzweren eens. Wat een loserke, sta op, joh. Mensen, welkom bij audio server van Fast Enterprise. Maar jij kunt dat niet, hè. Ja, mensen, jammer dat hem dat past. Ja mensen en Jens, we gaan nu naar de volgende ride, Mystery Castle. Echt een lelijke ride. Oh nee. Ik denk dat ook echt een mottig gebouw, mensen. Jongen, jij zou een mottig jonken. Zo'n beledigingen treffen, jongen. Mystery Castle is fucking mooi. Jongen, dat is een uitstort precies. Daar kunnen we niet van aan zeggen, jij is ook een uitstort. En gaat hier geen flikker zien, altijd. Ja, help! Niet zo rap, jong! Ik zie waar ik naartoe ga met een dikke aansring. Ik ga instappen, en, zodat jij niet mee kunt. Ah, daar is hem zo, hè. Niet hopen. Ik ga niet pakken, jongen. Wel hopen. Ja. Dan gaan wij wachten tot de laatste seconde, hè. 6, 5, 4... Nee, ik was al aan het tellen. Stop. Niet, maar misleiden, mensen. Stop met roepen, jong. Dingen ligt! Dat wil niemand horen. Je bent een rotkind soms, jongen. Je probeert met het naaien. Zet die audio harder, joh. Dat je zei, ik kruis niet, hoor. Nur Mut schwächt das Böse, seid stark, wenn ihr ihm begegnet, dort oben, im Turm von Mystery Castle. Eindelijk rijdt het voorbij.
Oké. Next boy is Rijk in een jammerlijke attractie. Jij is een jammerlijke bezoeker, hè. Wat doe jij? Ik versta het niet. Dat is jammer. Doof, jong. Zeg je stront in je oren? Mensen en Jonas heeft stront in zijn oren. Nee, het stond in de bakken, daarom hoort niemand op de goeie. Mensen en Jonas heeft stront in zijn oren. Fuck! Later. Modeltrein op de server. Deze trein ziet er goed uit. Loser. Ik kan ook mee. Onheerlijk, jongen. Het is ook rijk muziek. We hebben het daar rond wachten, dus doe eens wat. Daarom. Hij weer voor de lange wachtrij gekozen, hè? Huh? Kom voort, ik zit in het station. Shit! Ik weet wat mijn idee was, het is mislukt, maar... Waarom? Hoe komt dat, hè? Omdat ik de single rider heb gepakt. Ja, ze kon aan het wachten op u en ik wou zo... Ik wou op het einde zeggen van nu bent jij degene die gaat wachten. Yo, waarom pak ik de... Deze wat er altijd. Dat is nul. Jongen, nee, hoe lang duurt dat nog? Oké, ik ben ergens. Fuck, een grote attractie, jongen. Yo, Daniel. Het is niet om aan te nagen. Die karren die... Wou ik iets stappen zonder u, maar je waart al eerder. Die karren zijn zo mooi nu, vind ik. Vooral die stoelen. Die muziek ken ik precies.
Dag Ban, die loopt echt ver achter hier. Jee, yeah, mooie mensen, we gaan naar YouTubers. Oké, op naar de laatste. Wat nu? River Quest. Ja, maar je doet enkel de rides, je moet ook eens een beetje het park laten zien, hè? Ja. Dat zijn alleen maar shops die niet eens open zijn. Wat valt er hier te zien? Hier ook helemaal nagemaakt van de rechter. En Mr. Castle er even. En dat zijn de boten. Je had ook wat beter gekund eigenlijk, man. Ik ben er links in, want 1 tot 3 personen. De boten zijn, zien er nog wel goed, maar die zitjes zijn zo klein precies. Nee, dat is gewoon. Het is gewoon gecamoufleerd. Het is al wat raar. Hij is exact hetzelfde als die van Fantasia Craft. Alleen is deze dan mijn modellen. Hoe komt dat zo weinig servers op de lijn dan? Ja, mensen Craftvenger, daar is altijd zoveel volk, man. Ja, terwijl dat ik de rides hier niet slechter vind, bijvoorbeeld. Dus ik snap niet goed waarom het er daar meer volk is. Ja. Ja, als je nu iemand vraagt om een Minecraft server te noemen, is, noemt iedereen wel bekend Craftvenger allemaal. Allee, die server bestaat ook al heel lang, Craftvenger. Hier heeft dan de twee liften. Maar ik dacht dat modeltruinen juist dat het server populairder maakte, maar niet dus. Craft Valley bijvoorbeeld, een hele goede server, maar er is bekend uit iemand online. Ja, dat is waar. Ik heb er nu een rang gekocht om ze te sporten en om natuurlijk attracties te besturen. Dat is leuk, hè, mensen van Kale Eagle Tubers. Ja, Efteling Craft is nu ook wel goed populair. Maar ja, dat hebben ja, ze... Ja, dat is soms populairder hè, dan Revengers. Maar dat hebben ze vooral te danken waarschijnlijk omdat het de Efteling is. Wat bleef? Dat is waarschijnlijk omdat het de Efteling is. Ja, dat is waar. Ja, Europa Park Craft is nu ook niet zo... Droomcraft is failliet gegaan en dan komt er wat er geen volk al is. Hoe kan dat nu failliet gaan als er geen volk is? Ja, hier, ze verdienen toch geld met rangen. En als ze die rangen als ze niet meer kopen, kunnen ze geen geld meer hebben voor de server. Hè. Er zijn ook zoveel servers. Er zijn ook zo weinig servers en mensen. Ik heb het gevoel dat er vroeger veel... Ik heb er wel redelijk wat gevonden voor op te nemen. Ja, we hebben Europa Park, we hebben Craftvenger, Craft Valley, dus... Century Valley komt ook, dat is het woord die neef. Ja. Maar bijvoorbeeld, Walibi Craft heeft bestaan, maar dat bestaat niet meer. Park Asterix bestaat niet. Ja. En Europa Park is nu wel open, maar het grootste deel is nog in bouw. Ja, daar hebben we ook al opgenomen, hè? Ja. Maar ja, daar nemen we wel weer op, als er iets nieuws is. En dan komt nu de laatste drop, mensen. Ja, dat was hem. Ik bedoel, mensen, dat was de laatste drop, dus geen zorgen. Station.
Er is ook zo weinig op de server. En alles is nog dicht en zo. Hier of wat? Geen enkele shop werkt hier. Maar dit is nog maar een beta-opening. Ja. Welke Avenger, hoe lang bestaat het al? Sinds 2013? 12? Nou, Cravenger is dus uit. Opnieuw begonnen, 4 jaar geleden of zo. Van Cravenger 1.0 naar 2.0. Ze hebben ze alles. Ja, dat was beter dan. Ja, toen hadden ze meer attracties. Maar dat was wel nog met Minecraft. Dus ik vond die server leuker uitzien. Omdat je meer keuze had. Nu hebben ze modeltreinen en ik vind de bouwstijl wel wat professioneler. Maar je bent er heel krap uitgekeken daar. Ja, dus mensen, dit was dan de video. Oké, ik zijn kletsnat, ik ga even droog worden. Ha! Kom erbij, Jens! Jongen, ik heb gedokt voor mijn eigen. Nee, ik kom een birdie. Heeft hier ook toiletten ofzo? We hebben ook bijvoorbeeld, ik heb Toverlandcraft gevonden en Plopsacraft. Maar die zijn nog in aanbouw, onderhoud. Op Toverland kun je al joinen, maar kun je nog niet naar binnen. Ja, ik wil ook die parken treffen. Het lijkt allemaal op, ja, het is gewoon Klugheim dus. Hetzelfde allemaal. Yeah, bye. Alleen daar, de Main Street is anders dan Fantasialand. En zoals ik al zei, ze gaan ook nog Talokan bouwen hier, dus we mogen nog wat meer attracties van Fantasialand verwachten hier. Misschien een Chiapas ofzo. We have Fear of Force, ik weet niet. Er zijn hier nog veel dingen waar Coming Soon bij staat, dus allemaal poorten die dicht zijn. Helaas, deze shop is gesloten. Kijk, dat vind ik echt overal hier. Alle shops zijn dicht. Maar je krijgt wel een achievement als je op de pressure plate gaat staan. Kijk, dat is bijvoorbeeld hier zoiets. Coming soon. In F5 kunnen we precies ook niet overloeren. Allee, klein bekje, ik zie jou precies. En take-up is right. Dat is dus niet van Fantasialand als dat dan moest zijn. Ah ja, een parktrein is, ja, een stoomtrein is hier een bouw. Nice! Is ook niks van Fantasialand, dus ja. Maar in ieder geval, ja, tot nu toe zijn al die attracties hier van Fantasialand. Allee, een draaimolen vinden we overal, dus ja. Mensen, in ieder geval was dit weer de video op Greekcraft. Die pijl zal in de beschrijving staan als je hier eens wilt joinen. Dus, dan zeggen we tot de volgende video en ciao. Laters!